binnen, dan zullen we proberen deze zoveel mogelijk gedurende de webinar te laten beantwoorden door onze spreker. Mocht dat niet lukken, ook na afloop is er nog meer dan voldoende tijd om vragen te laten beantwoorden. Dus daarmee hopen we in ieder geval voor iedereen een antwoord op eventuele vragen te kunnen verzorgen. Nou, dan mag de opname wat mij betreft gestart worden. En dan wil ik eigenlijk overgaan naar het thema van vandaag. En dat is gokken in relatie tot sport. Ik denk dat we allemaal wel een voorstelling hebben bij gokken. Ongetwijfeld zullen de meesten van ons het ook wel eens doen of wel gedaan hebben. Het kan zijn dat je in het casino een keer een spelletje gedaan hebt. Het kan zijn dat je een keer op de wedstrijd van je favoriete club gegokt hebt. Dus ik denk dat heel veel mensen van ons dat wel eens gedaan hebben en daarmee bekend zijn. We zien met de legalisering afgelopen jaar van het online gokken dat de aandacht voor het gokken enorm is toegenomen. En dat zien we allemaal via de overvloed aan reclames die we zien op de tv. De ophef die daar ook op diverse niveaus over ontstaat. Dus daarin is het gokken een prominenter thema geworden. En ook binnen de sport zien we dat terug. Nou, een keer een gokje wagen is natuurlijk heel erg leuk. Het kan spannend zijn en er is ook helemaal niks mis mee. En vandaag willen jullie ook wat meer vertellen over de andere kant van gokken. En de wat minder mooie kant die gokken kan hebben. En de relatie die gokken heeft met sport. Want gokken en sport zijn nou met elkaar in verbinding en in relatie. We zien dat veel van het gokken gebeurt op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Ik noemde net al even het gokken op je favoriete voetbalclub of op de competitie. En daarnaast is natuurlijk de Nederlandse Loterij ook een belangrijke partner en financier van de sport. En zo droegen zij bijvoorbeeld in 2021 meer dan 50 miljoen euro af aan NOC-NSF ten behoeve van de sport. En konden we afgelopen week allemaal in het nieuws lezen dat zij ook de komende 10 jaar hoofdsponsor zijn van Team NL. Dus daar zit een nauwe relatie tussen gokken en sport. Binnen het gokken hebben wij, of binnen de sport moet ik zeggen, zijn er natuurlijk ook activiteiten die gerelateerd zijn aan het gokken, die we eigenlijk niet accepteren en die we niet willen zien. Nou, dus die negatieve kanten moeten we ook met elkaar benoemen en zorgen dat we in ieder geval met elkaar afspraken maken hoe we dat gokken op een legale en verantwoorde manier met elkaar kunnen faciliteren. We hebben daarin een aantal regels ook met elkaar afgesproken binnen de sport. Hè. Dus wees altijd oprecht. Zorg dat je niet meewerkt aan het fixen van een evenement. Let niet op je concurrentie. Let niet op je eigen sport. Wees voorzichtig met informatie beschikbaar stellen vanuit jouw sport, die wellicht ook weer door anderen gebruikt kan worden voor het plaatsen van weddenschappen. En wees open en transparant in wat je doet. Word je benaderd om vals te spelen? Merk je dat bij anderen? Benader dan of een vertrouwenscontactpersoon of het Centrum Veilig Sport om daar melding van te maken. Nou, in deze webinar zal Bas Brons ons wat meer vertellen over de achtergronden van gokken en met name de gokverslaving, de relatie met de sport en wat cijfers en feiten en achtergronden daarvan. Dus ik wil dan graag ook het woord geven aan Bas Brons om onze hierin verder mee te nemen. Bas, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Petra. Dank je voor de introductie. En dank je ook voor de gelegenheid om juist in deze wereld, de sportwereld, iets te mogen vertellen. Dus als ik de eerste slide mag zien, dan ga ik beginnen. Als het goed is, is hij nu in beeld. Ik zie hem nog. Heb jij hem inmiddels in beeld, Bas? Nee, ik zie hem nog niet. Nee. Anderen wel? Ik zie hem wel, ja. Ik ook niet. Nee. Slide met ook. Even voorstellen, zie ik. Ja, daar zijn we beland. Als het goed is, Bas, zou de slide van even voorstellen nu in beeld moeten staan. Maar jij ziet hem niet? Nee, ik zie alleen jou met die mooie achtergrond. Ja. Nou, even één momentje. Dan gaan we even kijken hoe we dit natuurlijk kunnen oplossen. Ja, er gebeurt iets. Ja, ik zie hem. Ja. Zo is het helemaal goed. Nienke, mag ik je dan vragen gelijk de volgende slide te doen? Ik zie hem niet in beeld.
laptop moet heel even nadenken hoor. Dat is veel gevraagd voor de laptop. Eén momentje alsjeblieft. Jazeker. Ja. Zie je hem, Bas? Ja, ik zie hem. Ik kan beginnen. Dus, dan kan je van start wat mij betreft, Bas. Oké. Okay, welkom allemaal en nogmaals dank Petra en de NOC NSF dat ik hier mijn verhaal mag doen over gokken en gokverslaving. Ik zal mezelf even in het kort voorstellen. Ik neem eerst even een slokje water. Nou, mijn naam is Bas Brons. En ik ben behandelaar in de verslavingszorg. Ik behandel alle vormen van verslaving, maar mijn specialisatie is gokverslaving. Daar ben ik ook echt apart mee bezig en heb ook een aparte behandeling voor. Maar dat is niet het enige pet die ik op heb. Ik heb meerdere petten op. Ik heb verschillende functies binnen het goklandschap. Mijn belangrijkste taak is het behandelen van mensen met een gokverslaving, maar ik ben ook verbonden aan de kansspelautoriteit. Ik werk ook samen met het UAMC, waar ik straks nog iets meer over ga vertellen. Word ik wel eens gevraagd om eens mee te denken in allerlei contexten, zoals bijvoorbeeld de Trimbos. En met Trimbos wil ik eigenlijk even eindigen, omdat ik ook betrokken ben geweest bij een nieuwe slogan, een disclaimer, een waarschuwingstekst. Als het gaat over gokreclames, dat was voorheen, dat kunnen jullie misschien nog wel herinneren, dat was speelbewust 18 plus. En dat is nu geworden, wat kost gokken jou, stop op tijd. En dat vind ik wel een heel belangrijk als het gaat om bewustwording, dat het niet echt spelen is en iets onschuldig zou kunnen zijn, maar dat we het wel hebben over gokken. En nog steeds kunnen heel veel mensen dat wel, maar er is ook een percentage mensen die dat niet goed kunnen, die zichzelf niet in de hand hebben. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om dat benoemd te hebben, dat het echt, deze presentatie gaat vooral over bewustwording. Wat zijn nou eigenlijk de gevaren van gokken? En daar wil ik jullie helemaal in meenemen. Dus mag ik dan de volgende slide? Waarom zien we gokreclames? Petra begon daar ook al over. Laten we beginnen dat er een nieuwe gokwet is gekomen in oktober 2021. De vorige gokwet uit mijn hoofd was uit 1964... enorm gedateerd en die was natuurlijk helemaal gericht op het fysieke, hè? Fysieke casino's. Toen was er nog helemaal geen online, maar door de opmars van online gokken heeft de overheid ook besloten, we moeten ergens kijken naar een nieuwe gokwet. Dat is ook wel eens genoemd de COA, hè? Kan spelen op afstand. En zo hebben ze eigenlijk nieuwe afspraken met gemaakt, nieuwe richtlijnen, nieuwe wetten. En vandaar dat er een nieuwe gokwet is gekomen in oktober 2021. En dat heeft natuurlijk best wel heel veel nieuwswaarde gehad. Media is er volop op gedoken van wat is er aan de hand. Sinds die nieuwe gokwet er is, is er op het moment heel veel reclame. Maar de vraag is, waarom gebeurt dat? Waarom maken gokaanbieders reclame? Dat is aan de ene kant wel uit te leggen. Wat er voorheen was, was eigenlijk de online gokmarkt, zeg maar het Wilde Westen. En dat betekende eigenlijk, iedereen kon gokken en er was geen regulering, er was geen monitoring, er was geen toezicht. Het gebeurde maar. Maar wil je nu een vergunning hebben en wil je meedoen in Nederland en wil je gokspellen aanbieden, moet je voldoen aan een aantal eisen, zoals zeg maar preventie en zorgplicht. En wat heel belangrijk is, dat als mensen dan toch gaan gokken, dat ze dat dan doen bij gokaanbieders die een vergunning hebben, want die zouden moeten voldoen aan een aantal belangrijke eisen om gokverslaving te voorkomen. Maar wil je die mensen naar de juiste gokaanbieders toekrijgen, bij de juiste aanbieders terecht laten komen, dus zeg maar de legale, waar het veilig zou zijn, ja, dan moet je natuurlijk wel kenbaar maken, dan moet je dus reclame maken. Dus daarom is toegestaan dat gokaanbieders met een vergunning reclame mochten maken. Maar wat natuurlijk wel is gebeurd, is dat het eigenlijk wel uit de hand is gelopen. Het werd veel te veel. Het was te veel aanwezig. En toen is het eigenlijk een beetje, ja, toen kwam ook de Nederlanders en de bevolking zeggen, wat gebeurt hier allemaal? En daar wordt eigenlijk op dit moment weer hard aan gewerkt om dat te reduceren. En misschien hopelijk ooit
helemaal uit de wereld te helpen. Maar dat is de reden waarom er op dit moment zo'n ontzettende golf van gokreclames waren. Met name de bedoeling, als mensen dan gaan gokken, bedoel dan bij aanbieders die een vergunning hebben en waar het veilig zou moeten zijn. Maar we hebben natuurlijk ook gevolgen van gokreclame. En die wil ik eigenlijk met jullie bespreken. Zitten ook wel positieve gevolgen aan. Maar eerst even de gevolgen van gokreclame zelf. Meer mensen gaan gokken, hè, vooral meer jongeren. Dat is nou eenmaal de kracht van reclame. Dat is ook de functie van reclame. Je wil graag dat mensen dan iets gaan afnemen of iets gaan doen. Bas, mag ik een vraag tussendoor stellen? Ja. En jij zegt van meer mensen gaan gokken, vooral jongeren. Hè, ja. Betekent dat voor je, volgens jou ook dat jongeren vatbaarder zijn voor de reclames die op tv komen? Dat het juist bij jongeren meer aanslaat om te gaan gokken? Ja, het is zo dat jongeren, als het gaat over verslavingszorg en als het over reclame gaat, horen jongeren, en als het om gokken gaat, horen de jongeren tot de kwetsbare groepen, zo noemen we dat. Omdat jongeren minder goed in staat zijn om de consequenties te overzien van hun daden. En dat ze daardoor zeg maar moeilijke grenzen kunnen stellen en vatbaarder zijn voor eventuele een gokverslaving. Dus het is heel belangrijk dat jongeren eigenlijk niet bloot worden gesteld aan allerlei verleidingen en reclames, omdat jongeren gewoon minder goed in staat zijn hun grenzen te stellen en de gevolgen te overzien. Daar heeft het mee te maken. Ja. Oké, ja. Ja. Maar het is natuurlijk te vroeg om te zeggen, is er een toename van het aantal gokverslavingen door de reclame? Daar heb ik geen antwoord op, omdat mijn ervaring is, het ontwikkelen van een gokverslaving heeft een langere aanlooptijd dan een jaar waar we nu bijna op zitten. Vorig jaar 1 oktober is zeg maar de gok werd ingegaan en mochten de gokreclames werden toegestaan. Dus het is nog niet gezegd dat er meer gokverslaafden zijn bijgekomen door de gokreclames. Dat kunnen we pas na een langere tijd constateren als dat al het geval zou zijn. Maar dat het wel drukker is geworden in de verslavingszorg en dat meer gokverslaafden zich aanmelden, heeft een andere reden, daar kom ik zo op terug. Maar wat we wel al in België hebben gemeten en gezien, daar op dit moment zijn daar 100.000 gokverslaafden met een gokstoornis, zo noemen ze dat. En er zijn al 10 keer zoveel risicospelers in sportclubs. En risicospelers zijn nog niet per se gokverslaafden. Maar spelen wel te veel en te vaak, meer dan ze eigenlijk zou moeten doen. Maar hoe komt dat? In België liepen ze al voor op Nederland. Daar was gokreclame en online gokken al eerder legaal. En die komen daar nu een beetje op terug. Dus gokreclame in België wordt nu stevig teruggedraaid. En er is zelfs een beleidsplan in 2022-2028 een gokverslaving verder te voorkomen. Maar in Nederland worden er nu ook stappen gezet. Hè. Er mogen geen rolmodellen meer zijn, zoals bekende voetballers. De tijdsblokken worden anders, de reclame wordt gerichter. Dus ook in Nederland zijn er al wat voorzichtige stappen genomen om ervoor te zorgen dat bepaalde doelgroepen niet meer worden blootgesteld aan gokreclame. Mag ik de volgende slide? Oh ja, dank je. Ja. We hebben het, als het gaat om aantallen, is het natuurlijk wel goed om te weten waar hebben we het nou eigenlijk over. En helaas zijn deze aantallen erg gedateerd van 2015-2016. Er komen wel nieuwe aantallen aan. De KSA komt rondom deze tijd, omdat die gokwet nu een jaar oud is, met aantallen over wat zijn de gevolgen geweest van een jaar online gokken. Dus niet. Maar wat nog belangrijker is, later in het jaar komt de LARES. Met getallen van hoeveel mensen zijn recreatief, hoeveel mensen zitten in de risicogroep en hoeveel mensen hebben een gokverslaving. Maar in die tijd is het al eerder een onderzoek geweest, een tijd geleden. En dan hebben we het eigenlijk over recreatieve spelers. Dat doen bijna 8,5 miljoen. En daar is niks mis mee. Dat zijn mensen die doen aan postcode loterij, doen aan staatsloterij. We gaan wel eens naar de bingo zelfs. En dat zijn allemaal mensen die gewoon normaal gewoon kunnen gokken. Maar daar is ook nog een groep binnen die recreatieve spelers. Die vallen onder de risicospelers. En dat waren er toen ongeveer 95.700. Dus dat zijn mensen die eigenlijk te vaak gokken, te lang achter zitten of te veel geld inzetten. Maar nog niet echt in de problemen zijn gekomen. Nog niet echt sprake is van een gokverslaving. En er waren toen bijna 80.000 probleemspelers, gokverslaafden zelf.
Dat was toen de uitkomst van LADES en nog een aantal onderzoekbureaus in die tijd, 2015-2016. We zijn nu in 2022 en de cijfers gaan nog komen, maar het is aannemelijk om te kunnen zeggen dat die aantallen zijn toegenomen. Maar dat gaan we pas zien aan het eind van het jaar. Maar wat belangrijk is, juist mensen met een gokverslaving zoeken bijna nooit hulp. In ieder geval niet op tijd. Slechts 3% zoekt professionele hulp. En dat bedoel ik, die zoeken hulp bij de verslavingszorg. Het kan wel zijn dat ze misschien een keer naar een psycholoog gaan of met een POH. Of dat ze het zelf proberen op te lossen. Maar het is eigenlijk een heel laag aantal, een laag percentage van mensen die een gokverslaving hebben, die echt professionele hulp zoeken. En wat vooral in de weg staat is zeg maar de ontkenning, maar ook wel schaamte. Maar nu komen we op een belangrijk stuk waarom we hier zitten, met name met de sport. Er komen gewoon steeds meer mensen die betrokken zijn bij sport, bij mij in behandeling. En ik durf nu te zeggen dat zeg maar 2 op de 10 bij mij in behandeling beoefent sport op hoog niveau. En dan ga ik zeggen wat een hoog niveau, ga ik straks nog even uitleggen. Maar alvast, dat is niet alleen maar professioneel niveau. Maar er zijn ook mensen die echt op hoog niveau in de amateur goed presteren. En daar is ook wel een verklaring voor. Dat juist mensen in de sport, die sport beoefenen, dat die eerder in een gedragsverslaving komen, zoals gokken, dan op middelen. Maar als je uitgaat van dit aantal van zeg maar gokverslaven van 79.000, zou je kunnen zeggen, 2 op de 10, dat je dan 15.800 gokverslaafden hebt die zeg maar heel hoog presteren. Zie jij daarin ook verschillen tussen mensen die een individuele sport of een teamsport doen in de gevoeligheid voor zo'n gokverslaving? Wat gevoeligheid betreft niet, maar ik weet wel dat meer in teamsporten, sportverenigingen, dat komt vaker voor en dat is ook wel uit te leggen, omdat gokken altijd onschuldig begint. Hè? En soms doe je dat als team, ga je met z'n allen inzetten. Dat doe je als team, dat is ook leuk om te doen. Alleen zitten altijd in een team, 1 of 2 of niet, mensen die gevoelig zijn voor een verslaving. En die gaan dan ook nog een keer alleen door. Maar het komt meer voor inderdaad in teamsporten dan bij individuele sporten. Maar het heeft vooral te maken omdat in het beginsel is het vooral gezellig om als team zoiets te doen. Maar ik krijg ook mensen in mijn praktijk die wel degelijk een individuele sport beoefenen en een gokverslaving hebben. Maar in zoverre, wat is individueel, wat is team? Kijk, een tennisser zou je zeggen, dat is individueel. Maar die doen ook vaak in een team, doen ze mee aan competities. Maar over het algemeen zijn het inderdaad meer teamspelers die in een gokverslaving zitten dan individuele spelers. Ja. Bas, er is ook nog even een vraag uit de chat van Dos Engelaar. Die vraagt, is er niet een belangrijk verschil tussen recreatief met vaste periodieke inleg en recreatief in een casino of kraskaart, et cetera? Dus meer eenmalig. Recreatief betekent eigenlijk in zoverre, kijk, een kraslot is eigenlijk iets anders dan een staatslot, omdat dat natuurlijk weer, dan heb je het over short odds en long odds. Een kraslot geeft direct beloning, dan heb je al gelijk een momentje. Maar een postcode loterij of een staatslot duurt veel langer voordat je uiteindelijk de trekking is en of je wel of geen prijs hebt gewonnen. Het verschil zit er met name in, en dat valt wel allemaal onder recreatief. Wat is direct een beloning en wat is op langere termijn een beloning? In een casino kun je ook recreatief gokken, alleen heb je direct resultaat van je inleg. Dat is het grote verschil en dat maakt het ook vaak verslavende. Ik heb nog nooit iemand in behandeling gehad die verslaafd was aan staatsloten. Omdat dat eigenlijk, ja, dat duurt te lang. Daar kunnen soms 30 of 20 dagen tussen zitten voordat je uiteindelijk weet of je gewonnen hebt, als je er al mee bezig bent. Maar juist in casino's of krasloten in dit geval, weet je direct of je iets gewonnen hebt en dat maakt het verslavende. Ja. Dankjewel. Ja. Wat we wel hebben gemerkt, omdat er meer aanmeldingen komen binnen de verslavingsklinieken, heeft niet zozeer te maken dat er zeg maar meer gokreclame is, maar we hebben natuurlijk ook te maken gehad met een coronaperiode, waar veel mensen, dus ook mensen in de sport, thuis kwamen te zitten, dat ze niet meer hun sport konden beoefenen. En ja, wat ga je dan doen als je al gevoelig bent voor een verslaving? Dan ga je meer spelen. Dus wat we wel alvast kunnen stellen, dat de coronaperiode wel degelijk een invloed heeft gehad op het toename van het aantal aanmeldingen.
Maar dat niet alleen bij mensen die sport beoefenen, maar heel breed. Dus dat is wel gebeurd. En wat we ook gemerkt hebben, juist door alle media-aandacht, discussies, praatprogramma's, dat er meer aandacht is voor gokverslaving, waardoor mensen, zowel de verslaafde zelf als de omgeving, nu gaan herkennen, hey, dit is er aan de hand. Dus de stap is wat kleiner geworden om hulp te zoeken, omdat er meer aandacht voor is. Het stigma verdwijnt iets. Dus als je dan moet hebben over wat is nou het voordeel van de reclame, behalve dat ze dan naar legale casino's gaan, is dat het natuurlijk ook zo is dat er meer bewustwording is. En dat vind ik een goede zaak. Ja. Ja. Volgende slide. Bos gaf nog even mee. Bos stelde net de vraag, hè, over het verschil, wat er precies recreatief inhield. Dus ik geef nog even aan, daarom is het belangrijk dat je dat onderscheid maakt in de term recreatief. Nou, dat is Bas denk ik wel even goed uitgelegd. Ja. Die stelt nog even een vraag. Kan je iets zeggen over de mate waarin sporters, / niet-sporters, professionele hulp zoeken voor gokgedrag? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Helaas is het zo dat professionele sporters, en dan heb ik het over sporters die ook bekend zijn, dat die heel veel moeite hebben om inderdaad hulp te zoeken. Omdat, als bekende sporter, als bekende Nederlander, is het nog een hogere drempel om onder groepen te komen of zeg maar in klinieken te komen of waar meer mensen zijn. Ja, omdat je nou eenmaal bekend bent en je bent natuurlijk heel erg bang voor de media-aandacht en voor de publieke opinie. Dus ja, mensen die prof zijn zoeken minder snel hulp dan mensen die dat niet zijn. Ja. En dat is gelukkig wat de VVCS bijvoorbeeld goed doet, die hebben nu een meldpunt gemaakt van juist, joh, zit je in de problemen of word je benaderd, dat ze zich wel kunnen melden zonder dat daar te veel media-aandacht of publieke opinie is. Want je wil gewoon niet herkend worden. Überhaupt is er veel schaamte over alle verslavingen, maar zeker over gokverslaving. En als je dan al een bekende persoon bent, maakt het gewoon heel lastiger om zeg maar in de reguliere zorg hulp te zoeken. Ja? Oké. Okay. We hebben eigenlijk twee soorten verslaving, als je het even moet gaan verdelen. We hebben middelenverslaving en we hebben gedrags, oftewel een ander woord, procesverslaving. We hebben allemaal wel een beeld bij, wat zijn dan middelen? Nou, dat is bijvoorbeeld cannabis, dat is alcohol, dat is cocaïne, dat zeg maar, het kunnen medicijnen zijn. Dat zijn allemaal middelen die je dus inneemt om een prettig gevoel te krijgen, om dat je gemoedstoestand wat hoger gaat, waar je dopamine door gaat stijgen, daar gaan we het over hebben. Maar wat ook gebeurt is dat je door gedragingen een prettig gevoel kunt krijgen. We hebben de SLA, dat is voor Sex and Love Addiction. Gamen, shoppen, veel kopen, social media en gokken. Dat zijn eigenlijk, die hebben hetzelfde effect in het brein in een bepaalde mate. Maar daar heb je dus geen middelen voor nodig om in te nemen. Maar dat is meer door je gedragingen wat jou een heel prettig gevoel geeft. Nou. Wat nou wel op dit moment is, is dat alleen gokken van de gedragsverslavingen de enige die een officiële DSM heeft. Dat betekent echt dat die wordt erkend door de zorgverzekeraars, maar ook door de zorgautoriteit. Gokken is een officiële verslaving. En wat ik jammer vind over het algemeen, dat zeg maar, heel veel mensen dat niet inzien. Ze hebben allemaal een beeld van alcoholverslaving of een cocaïneverslaving. Dat kunnen ze zich heel goed voorstellen. Maar een gokverslaving, dat dat ook zeg maar, een hele ernstige gevolg kan hebben, is soms nog moeilijker voor te stellen. Daarvan is de overtuiging, nou, dan stop je toch gewoon als het je geld kost of wat dan ook. En daarom vind ik het wel belangrijk dat we echt gaan inzien dat gokken ook verslavend kan zijn, net zoals alcohol en cocaïne. En natuurlijk kunnen mensen, heel veel mensen wel alcohol drinken met mate en raken niet in alcoholverslaving. Dat geldt natuurlijk ook voor gokken. Maar het is wel goed om te beseffen dat het wel degelijk tot een verslaving kan leiden als je daar niet oppast. Het is een kwestie van tijd. En dan zal ook gamen een officiële verslaving worden. Of social media misschien wel, of SLA. Maar gokken is op dit moment de enige gedragsverslaving die wordt erkend als een serieuze een verslaving. En ja, de grootste overeenkomsten met middelen en gokken zijn het inderdaad die korte geluksmomenten waar ik het straks over ga hebben.
Oftewel extreme stijging van de dopamine. Dat kan dus heel verslavend zijn. Maar het is wel goed om te beseffen dat gokken wel degelijk heel serieus moet genomen. En dat het niet iets wat je zomaar maar kunt doen. Dat je heel erg goed moet opletten. En dat er echt gevaren aan kleven. Net zoals bij alcohol of bij drugs. Zo zou ik het wel willen benaderen. Ja, dankjewel. Mag ik er even nog een vraag over stellen? Ja. Je zegt gokverslaving is echt een serieuze verslaving. Heeft het er ook mee te maken dat het wel misschien lijkt voor mij in ieder geval dat er in de media en bij de mensen veel minder bekend en minder aandacht is voor gokverslaving. We er eigenlijk nog heel weinig van weten. Terwijl een alcohol- en drugsverslaving, daar kan eigenlijk iedereen zich wat bij voorstellen. Heeft dat daar ook mee te maken, denk je? Ja, het heeft inderdaad mee te maken dat inderdaad die beeldvormingen. Iedereen heeft een beeld bij een alcoholverslaafde of een drugsverslaafde. En ik noem maar even, met alle respect, een tandeloze zwerver die onder een brug woont. Maar iemand met een gokverslaafde kunnen zich heel moeilijke voorstellingen van maken. Terwijl ook die persoon enorm is vastgelopen en enorm in de problemen zit. En op allerlei gebieden is vastgelopen. Maar er is gewoon weinig inlevingsvermogen bij iemand met een gokverslaving. Dat gaat gelukkig wel steeds meer komen. Het heeft ook te maken dat gokverslaving pas sinds 5 jaar een officiële verslaving is. En dat er nu meer aandacht voor is. Maar dat is hier wel waar ik dan in mijn vak tegenaan loop. Dat er nog voor mijn gevoel te weinig aandacht voor is voor de gevaren van gokken. Terwijl dat wel voor cannabis, alcohol, cocaïne. En als het gaat over reclame, ja, dat mag nog wel steeds gemaakt worden voor het gokken. Maar bijvoorbeeld niet meer voor sterke drank of voor sigaretten of wat dan ook. Omdat dat zou dan echt schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar ik kan je vertellen dat gokken, als je daarin vastloopt, ook schadelijk is voor je gezondheid. Ja. De volgende slide. Nu komen we weer bij het gokken gedeelte en de sport. Waarom zijn sporters en dan topsporters met name over het algemeen vatbaarder voor een gokverslaving? Ja, dat is eigenlijk een hele simpele reden. Middelen zijn geen optie. Cocaïne of alcohol. Want A, zijn er vaak controles, urinecontroles, kun je al cocaïne uithalen. En als je natuurlijk gaat drinken of gaat gebruiken, gaat dat uiteindelijk wel ten koste van je lichaam en ook ten koste van je prestaties. Dus sporters met een gokverslaving hebben nog wel de tegenwoordigheid van geest. Ik moet niet gebruiken wat betreft middelen, want dan val ik door de mand en dan gaat de kosten van mijn prestaties. Dus daarom gaan gokkers vaker, als ze dan toch op zoek zijn naar geluksmomentjes en dat veilige gevoel, gaan ze eerder gokken. Dat is één reden waarom ik steeds meer sporters ga zien in mijn praktijk. Maar een andere is ook heel belangrijk. En dat noem ik wel eens de 3 M's. En dat kun je heel goed toepassen op sporters. Hoe zit je als mens in elkaar? Hè? En over het algemeen hebben topsporters een drive. Hè? Echt een mateloosheid, een grenzeloosheid. En dat maakt ze zo succesvol, want talent is tegenwoordig niet meer genoeg. Je moet ook een doorzettingsvermogen hebben, je moet over grenzen heen gaan, je moet steeds iets meer neerzetten. Dat zijn hele mooie eigenschappen om de top te bereiken. Maar dat zijn dezelfde eigenschappen die jou juist met gokken in de problemen kunnen brengen. Dus de eerste M is de mens. Hoe zit je als mens in elkaar? Die mateloosheid, je ambities, je grenzeloosheid. En maar doorgaan om de top te bereiken. En dat lukt ook vaak. Maar dan heb je ook nog een tweede M. En dat is het milieu. En niet zozeer het gezin van herkomst. Maar dat is niet helemaal waar. Want je kan ook geboren worden met een verslavingsgen. En dat heeft wel degelijk te maken met het gezin van herkomst. Maar hier bedoel ik meer, hoe ziet jouw submilieu eruit? En met name mensen die echt leven van de sport en leven voor de sport. Tussen de wedstrijden en de trainingen door hangen ze vaak samen. Probeer ze samen dingen te doen. En dan is het ook vaak gamen. En als het dan verder gaat, misschien kaarten. En dan gaat het misschien wel verder over naar gokken. Omdat, en als jouw vrienden het doen, of jouw teamgenoten het doen, ben je geneigd om mee te doen. Dus de tweede M is milieu. En de derde M is middelen. En niet middelen zoals we net hebben benoemd, zoals cocaïne, alcohol of wat dan ook. Maar meer, deze mensen hebben tijd, hebben vaak geld, worden niet gecorrigeerd op hun gedrag, hè? Worden soms op een voetstuk geplaatst. Dus eigenlijk is er niemand die eigenlijk zegt, joh, gok jij niet te veel? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Over het algemeen, en zeker die mensen die aanzien hebben in de sport,
die durf je niet zo gauw tegen te spreken. Dus ik vind dit wel een belangrijk model, dat de 3M's kunnen er dus voor zorgen dat een sporter in een verslaving terecht kan komen. Dat heeft alles te maken met, zeg maar, hoe als mens in elkaar zit, hoe ziet jouw omgeving eruit en welke middelen heb je tot je beschikking. Maar als je veel tijd en geld hebt, ja, dan kun je nog best lang gokken en heb je best wel een financieel uithoudingsvermogen, zeg ik altijd maar. Maar uiteindelijk ga je wel vastlopen. Maar als er niemand zegt van, joh, je gokt veel te veel, stop daar eens mee, ja, dan worden ze ook niet gecorrigeerd. Dus middelen zoals cocaïne en alcohol is geen optie, maar dat gaat gewoon ten koste van je lichaam en dus van je prestaties. En die andere 3 M's hebben te maken met waarom een gokverslaving zich kan ontwikkelen. Andere mogelijke aanleidingen heb ik gemerkt bij sporters, en dan niet zozeer professionele sporters, maar überhaupt topsporters in het algemeen. Als ze uitvallen met een ernstige of langdurige blessure, waardoor ze misschien ook nooit meer terugkomen op het niveau waar ze zaten. En daar gaat mij echt een droom, gaat soms daarmee verloren. Mensen die dromen van een hele mooie carrière in de sport, en dat is in één klap afgelopen, dat doet wat met iemand. En als je daar verdriet of pijn van hebt, wil je verdoven. En als je dan toch al gewend was om te gokken, kun je daar dus verder in doorgaan. En wat ook vaak, niet vaak, maar wat ook gebeurt is, je krijgt geen contract aangeboden, je haalt het net niet. Of je wordt niet geselecteerd voor een team, ik noem maar een team of dergelijke. Ook dat zijn teleurstellingen waar sporters mee om moeten leren gaan. En soms kan dat een aanleiding zijn om te zeggen, nou, door die teleurstelling, om dan maar te gaan gokken, wat dan ook. Het gebeurt niet heel veel, maar er zijn wel redenen om te zeggen, hey, wacht eens even. Ik weet dat je al gokt en je hebt hier ook een paar teleurstellingen. Ja, dan moet je wel even bij jezelf kijken. Kijk uit dat je daar niet in doorschiet. Dus dit zijn een aantal redenen waarom sporters met name in de problemen kunnen raken of misschien wel in een gokverslaving. Los van de sport hebben wij altijd te maken met comorbiditeit. Dat betekent eigenlijk onderliggende problematiek. Het betekent eigenlijk van dat je meerdere stoornissen kunt hebben. Behalve je gokverslaving zou je ook nog een alcohol- of middelenverslaving kunnen hebben. Dat noemen we een polyverslaving. Veel mensen met een gokverslaving hebben gemerkt, hebben last van stemmingstoornissen. Hebben angststoornissen. Vertonen ook wel eens ADHD. Veel verslavingen gaan ook samen met ADHD. En kunnen ook soms overmatig koopgedrag vertonen. Of SLA, sex and love addiction. Waarmee ik wilde zeggen, vaak zit er onder een gokverslaving een onderliggend iets. Wat we ook mee moeten pakken, maar wat zich nog niet manifesteert omdat die gokverslaving overheerst. Wat ik wel gezegd wil hebben is, stel je hebt een angststoornis waardoor je denkt dat gokken bijvoorbeeld daarbij helpt. Het is namelijk niet zo dat als jouw angststoornis is verholpen of je hebt daar goede therapie van, dat jouw gokverslaving ook verdwenen is. Een gokverslaving is een chronische ziekte. Het is dus een illusie om te denken, ik ben in behandeling geweest voor mijn gokverslaving. Ik kan straks wel weer gecontroleerd gokken. Ik neem maar 100 euro mee en dan stop ik. Dat kan dus niet. Een verslaving is chronisch. Het enige wat je kan leren is niet meer gokken. Maar wat we vaak zien, over het algemeen, los van de sport, is er ook vaak sprake van een dubbele diagnose of comorbiditeit, noemen we dat, die wel los van elkaar kunnen staan. Maar een verslaving, daar kun je niet van genezen. Je kan niet genezen van een verslaving. En dat lijkt erg en dat is ook niet fijn. En veel jonge mensen raken daardoor gefrustreerd dat ze dat nooit meer mogen doen. Maar het is wel een feit. Het feit dat je in een probleem bent gekomen, dat je mateloos bent, gaat niet weg door therapie. Het enige wat mensen gaan leren in de therapie is controle krijgen over hun gedrag. En controle betekent niet gecontroleerd gebruik. Controle betekent niet meer gokken in dit geval. Het is even belangrijk om dat te benoemen. Het gaat dus niet voorbij. Maar behandel je, Bas, de onderliggende problematiek altijd daar gelijk in mee? Of zeg je dat zijn echt twee afzonderlijke problematieken die ook afzonderlijk behandeld worden? Of zeg je als ik een behandeling heb en ik zie dat er een onderliggend probleem is, neem ik dat daarin mee op de een of andere manier? Nee, wat belangrijk is om te weten, je kan pas mensen behandelen met een onderliggende problematiek als die persoon abstinent is, dat betekent clean. Want als die persoon blijft gokken, kun je niet komen tot, zeg maar, de andere stoornis. Dat kun je nooit tegelijkertijd behandelen. Je kan pas iemand goed behandelen
als het gokken in remissie is, dat wil zeggen dat iemand gewoon abstinent is en niet meer gokt. En soms gaat dat 3 maanden of een half jaar over. En dan kun je pas terecht bij het stuk wat eronder zit. Goeie vraag. Het komt bijna nooit voor dat je tegelijkertijd 2 stoornissen kunt behandelen. Nee. Eerst het verslavingsstuk. En daarna, als die persoon, zeg maar, de verdoving is uitgewerkt, zeg maar, het brein werkt weer goed, alles is hersteld, dan kun je naar het stuk wat eronder ligt. Ja. Okay. Ja. Wat zijn nou signalen om te zeggen van, hey, deze persoon, volgens mij gaat dat niet goed. Neem nog even een slokje water. Ja. Vroeger kon je zeggen, iemand die veel op de telefoon zit of op laptop. Ja, maar dat is nu tegenwoordig het wie niet, zou ik zeggen. Dat doet bijna iedereen. Maar het is natuurlijk wel zo, als jij dichtkomt, binnenkomt en iemand klapt zelf snel zijn laptop dicht. Of doet gauw zijn telefoon weg. Ja, dan denk je, hé, wat raar. Dat kun je in ieder geval al zeggen, dat is raar gedrag. Dat betekent nog niet dat het een gokverslaving is. Want hij wil misschien iets, dat je iets niet ziet. Hè. Maar dan kom je bij andere signalen van zeggen, hey, nu is er echt wel wat aan de hand. Dat mensen geld gaan lenen, vaak bij vrienden of bij bekenden. Dat ze ook drugs gaan uithalen om aan geld te komen. Dat ze soms wat somberder zijn, dat ze soms euforisch zijn. Hè, en dan kun je dat relateren aan verlies, winst. Dat ze zich gaan isoleren, dat ze zich gaan terugtrekken. Dat ze onbereikbaar worden. En het laatste stuk, als er echt stagnatie en problemen op leefgebieden gaan ontstaan, zoals studie, relaties, hè, met partner of met ouders of met de trainer, coach, werk, sportprestaties, gezondheid, mentaal en fysiek, financiën, zijn allemaal belangrijke leefgebieden. Als daar stagnaties gaan ontstaan, achterstanden of zelfs schades. En als je dit even allemaal bij elkaar zou zien, dan denk je, hey, nu is er echt wel wat aan de hand. Dus soms, we noemen ook een gokverslaving een stille verslaving, een verborgen verslaving. Kijk, alcohol kun je ruiken, drugs kun je herkennen aan de ogen. Maar gokken, ja, dat herken je niet. Iemand die een gokverslaving heeft, is heel moeilijk te herkennen. Maar als je deze signalen een beetje in je opneemt, en dan kun je misschien denken, hey, er is echt wel wat aan de hand. Maar dan nog heb je geen zekerheid. En dan komen we op het volgende stuk. Want als mensen te lang doorlopen in een gokverslaving en ze lopen echt vast en dat duurt vaak langere tijd voordat ze überhaupt doorhebben, ik zit echt zwaar in de problemen, dan zijn ze al zo erg vastgelopen dat ze eigenlijk geen uitweg meer zien hoe ga ik hier ooit uitkomen. Daar ga ik straks wel iets over vertellen hoe dat kan. Maar wat zijn nou de gevolgen bij het niet tijdig stoppen of ingrijpen of het niet tijdig erkennen? Ja, dan zou je wel eens, en je hebt geld nodig, want dat gokkers hebben geld nodig, dan ben je ontvankelijk voor criminaliteit, en zoals fraude. Je gaat misschien wel handtekeningen vervalsen, of je gaat allerlei dingen doen om aan geld te komen. Het gaat nog soms erger dat mensen echt gaan smokkelen of gaan dealen. En met allemaal als reden in korte tijd veel geld verdienen, zo zitten gokkers in elkaar. Maar dan zijn ze zo vastgelopen dat ze daarvoor vatbaar zijn. En natuurlijk, zeker in de relatie in deze omgeving, worden ze ook gevoelig voor matchfixing. Want mensen met een gokverslaving die echt in de problemen zitten en toch geld nodig hebben en veel geld nodig hebben in korte tijd. Ja, en als ze dan benaderd worden, zijn ze daar wat vatbaarder voor. Dus daarom is het zo belangrijk dat matchfixing echt goed wordt opgepakt en goed wordt gemonitord. Want dat is dichterbij dan wij denken. Veel mensen die een gokverslaving hebben, en dan met name sporters, zijn daar ontvankelijker voor. Zo werkt dat. Maar wat eigenlijk nog veel erger is natuurlijk, als de mensen er echt niet meer uitkomen en ze lopen op allerlei manieren vast en de schaamte en schuld is zo groot, kunnen ze echt besluiten om uit het leven te stappen. En er is een onderzoek geweest dat het aantal zelfmoorden onder mensen met een gokverslaving 15 keer zo hoog is als in de gezonde populatie. Dat is echt een schrikbarend hoog getal. Maar financiële stress is een van de ergste stress die je kunt hebben. Elke dag opstaan met de gedachte, hoe ga ik deze dag doorkomen? Wat ga ik zeggen tegen die persoon? Hoe ga ik dit weer doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn huur kan betalen of mijn hypotheek? Dat zijn gewoon hele grote ernstige zorgen. Daar hebben wij misschien ook al een beeld van in het normale leven.
Mijn gokverslaving is dat het ook heel erg. Dat drukt op je. En op het moment dat ze inzien van het feit, ik ga hier nooit meer uitkomen, kunnen ze soms tot zo'n daad komen. En dat is wel heel ernstig. Dus het is ontzettend belangrijk dat er meer aandacht is, dat er minder stigma is en dat we het eerder op tijd herkennen. Wij als omgeving, maar ook de verslaafde zelf, dat hij zegt, ik moet hier wat mee doen, anders loop ik helemaal vast. En dan komen we bij de volgende slide. Waarom gaan mensen zo lang door? Nog even één vraag stellen. Jij noemde net een aantal signalen, hè, waaraan je kan herkennen of kan vermoeden van, god, hier is iets aan de hand. Deze sporter is misschien wel in problemen. Ja. Hoe zou je dan zo'n sporter moeten benaderen? Zeg je, god, deze vraag moet je wel stellen of dit moet je juist niet zeggen tegen zo'n sporter om te kunnen checken of er inderdaad iets aan de hand is? Ja, dan kijk, als je bijvoorbeeld hoort dat een sporter geld leent bij vrienden of bij anderen. En je hoort dat, dan zou je kunnen vragen, joh, waar heb je dat geld toch voor nodig? Het ging toch altijd goed? Je hebt toch een inkomen? En als ze daar zeg maar geen antwoord op willen geven, of ze doen daar heel ontwijkend over, dan kun je al zeggen, wat gaat dit? En dan zeg je, joh, kunnen wij eens een keer gaan zitten en zullen we even je financiën doornemen? Want als jij steeds geld moet lenen, dat hou je ook niet vol. En als ze zeggen, nee, ik wil liever niet dat je mijn financiën kijkt en je hebt al vermoedens van dit is niet goed, zit je al goed in de goede richting. Dat is wel mijn ervaring. Want het laatste wat een gokverslaafde wil, is dat jij inzage krijgt in zijn haar financiën. Omdat daar natuurlijk alles uit te halen is. Maar als jij merkt van, joh, je presteert minder, je bent wat stiller. Ik heb gehoord dat jij van een teamgenoot geld hebt geleend. Wat is er aan de hand met je? Zullen we daar eens over praten? Zo kun je dat wel doen. Je moet het niet gelijk beschuldigen. Je moet wel in gesprek met iemand gaan komen. Maar dat hij zich wel veilig voelt. Want we weten het niet zeker totdat die persoon er zelf mee komt. Maar kijken in de afschriften geeft al heel veel duidelijkheid en helderheid. Ja. Maar rustig benaderen en vragen, joh, kan ik je helpen? Want ik merk aan jou, in je gedrag en ook in wat ik om me heen hoor, dat het niet goed met je gaat. En dan is het aan die persoon, of hij is er heel blij mee dat hij eindelijk kan vertellen, of hij blijft in de ontkenning zitten, maar dat is voor mij ook al een signaal. Dankjewel. Ja. Mensen die bij mij in behandeling komen, zitten vaak met een gemiddelde schulden van ongeveer 35.000 tot 50.000 euro. En daar bedoel ik mee, dat zijn schulden extern, dus dat kan rood staan, dat kan een creditcard zijn, dat kan een lening zijn, kan geld zijn bij mensen die er nog geld van krijgen. Maar dat geeft niet de werkelijke situatie weer, want een gokverslaafde relateert vaak de ernst van de verslaving aan de hoogte van zijn schulden. Maar wat een gokverslaafde vaak vergeet, is van wat hij had kunnen hebben als hij niet was gaan gokken. Hè? En dan heb ik het over dat hij elke keer zijn salaris op heeft gemaakt. Misschien wel zijn eigen vermogen heeft ingeteerd. Vaak hoor ik dat mensen een erfenis hebben gehad. Is dan ook op. En dan komen mensen wel, als ik dan vraag, joh, hoeveel schuld heb je eigenlijk? En dan zeggen ze bijvoorbeeld 50.000 euro. En daar denken ze vaak mee van, dat is misschien nog wel te overzien. Maar als je gaat doorvragen, zegt, joh, wat had je eigenlijk kunnen hebben als je niet was gaan gokken? Dan kun je soms wel eens tot het tienvoudige komen. Zo heftig is dat. Want gokkers zijn wat opportun. Die denken altijd meer van, valt allemaal wel mee. Omdat ze dat soms relateren aan de hoogte van hun schulden. Dat is natuurlijk een enorme inschattingsfout. En daardoor blijven ze lang doorgaan. Van wat ze vergeten, en daar zijn gokkers heel goed in. Ze denken niet in verliezen, ze denken vooral in kansen. Maar als je echt door gaat vragen, dan kom je echt werkelijk achter de situatie wat er echt aan de hand is en om hoeveel geld het gaat. En daarom vind ik het altijd belangrijk, bijvoorbeeld bij een intake, als iemand bij mij op intake komt voor zijn of haar gokverslaving, dat ze iemand meenemen. Want een gokverslaafde blijft lang in ontkenning en zelf nog een beetje naïef, dat hij denkt, nou ja, het valt wel mee, want zoveel schulden heb ik maar. Maar als je dan degene die mee is het verhaal hoort, ja, maar je hebt wel je hypotheek toen verhoogd, je hebt toen wel een persoonlijke lening afgesloten en je creditcard. En dat geld dan wat je van je moeder hebt geleend, ja, dat is geen schuld, zeggen ze dan. Dat zijn allemaal verhalen die je dan wel van de partner hoort, maar niet van de gokverslaafde zelf. Dus ik vind het altijd essentieel, want het heet niet voor niks een familieziekte, dat iemand meekomt, zodat je echt een veel beter beeld hebt wat er werkelijk aan de hand is. Want een gokverslaafde blijft heel lang in een ontkenning zitten en die blijft heel lang zijn verslaving relateren aan de hoogte van de schuld. Ik hoor heel vaak, nou, met mij valt het nog wel mee. Ja, hij heeft een ton schuld. Ik heb maar 10.000 euro schuld.
had helemaal niks mee te maken. Een verslaving is niet alleen maar schulden, maar dat heeft te maken met de afhankelijkheid, met de schade op allerlei leefgebieden. Dus daarom is het heel belangrijk, en ook om te weten, dat een gokverslaafde echt serieus denkt dat het meevalt. En dat heeft ook te maken met, en daar komen we zo bij een belangrijk onderzoek, maar veel verslaafden relateren dus de ernst van de verslaving aan de hoogte van schulden. En dat is natuurlijk een onjuiste gedachte, redenering. Ja. Maar nu komen we bij een heel belangrijk onderzoek. Ik vertelde al bij mijn introductie dat we samenwerken met het UAMC. Rut van Hols is daar werkzaam en met haar team doet zij onderzoek naar het brein van gokkers. En daar ben ik heel blij mee, want daar zijn belangrijke uitkomsten van. Natuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten met drugsverslaving of alcoholverslaving als het gaat om manipuleren, om liegen, bedriegen. Maar al in het brein is er ook een wezenlijk verschil. Wat is er namelijk ontdekt bij mensen met puur alleen een gokverslaving? En dit onderzoek is ook alleen maar gedaan bij mannen boven de 18, die alleen maar een gokverslaving hebben. Wat blijkt? En dan kom ik even een stukje biologie. En ik vind het wel even belangrijk om met jullie te delen. Dan kunnen jullie ook een beetje verklaren het gedrag wat een gokverslaafde toont, waardoor dat komt. We hebben allemaal wel eens gehoord van dopamine. Dat is het geluksstofje, dat is het stofje wat ons een lekker gevoel geeft, dat een roesje geeft, waar we blij van worden. En dat is maar goed ook, want dan hebben we in ieder geval mooie momenten in ons leven. Laten we even uitgaan, ook mensen zonder een verslaving, dat we allemaal een index hebben, een spiegel van 100. Het leven kabbelt zo voort en op een gegeven moment heb je een leuk etentje met vrienden, je hebt het gezellig, ben je iets vrolijker. En dan ga je naar 110. Je dopaminespiegel stijgt iets. In plaats van 100 ga je naar 110. En dan ga je weer verder. En op een gegeven moment heb je een keer thuis, komt de post. En heb je een rekening die veel hoger uitvalt dan je had verwacht. Nou, dan zit je niet op 90, dan baal je even. En dan zit je niet op 100, dan baal je even. Dan zit je op 90. Dus het leven kabbelt zich voort. 100 is standaard. 110 is een prettig gevoel. En 90 iets minder. Nou, het maximale wat wij uit het normale leven kunnen halen qua geluksgevoel is 130. En dan moet je denken aan iets heel spannends, vrijen met iemand. Dat zijn een beetje de ultieme mooie geluksmomenten die je uit het normale leven kunt halen. En dan ga je niet naar 110, maar ga je naar 130. Maar je kan je ook heel erg beroerd voelen. Dan gaat iemand dood of je bent zelf ernstig ziek. Dan kun je zelfs naar 70, 80 gaan. Dus 100 is standaard, 110 is prettig, 130 is heel erg lekker en andersom werkt dus ook. Nou, wat is er nu ontdekt in het onderzoek dat, zeg maar, die vergelijking is gemaakt met mensen die drugs gebruiken. Als mensen drugs gebruiken en die drugs doet zijn werk goed en je bent echt op je hoogtepunt van de drugs, dan kun je zelfs even voor het gemak naar 160 gaan. Dus je kunt je voorstellen als 130 al heel prettig is, hoe moet dan wel niet 160 zijn? Dat is extreem lekker. En dat maakt het ook zo lastig voor een verslaving. Als je blijft verlangen naar dat punt, dan is het uit het normale leven is het dan saai, is het niet meer te halen. Dus drugsverslaafden kunnen soms naar 160 gaan. Dat is het ultieme gevoel. Dat is echt het werkelijke high worden. Alleen, en dat is even tussendoor, heb je steeds meer nodig van het middel om dat punt te bereiken. En zit er steeds meer tijd tussen. Minder tijd tussen. Dat betekent dus dat je steeds toleranter wordt. En dat is ook, zeg maar, de definitie van de verslaving. Steeds meer nodig hebben, steeds minder tijd tussen. En uiteindelijk gaat het effect verloren. Nou, dat is een beetje hoe een drugsverslaving werkt en hoe een drugs in dopamine. Maar wat is er ontdekt met gokken? En dat vind ik wel heel mooi. Als mensen gokken en ze zitten volop in hun verslaving, helemaal in die extase. Ze zullen niet direct naar 160 gaan. Maar ze gaan wel een gevoel benaderen wat wel heel prettig is en heel fijn. Ik vergelijk het maar even met orgasme. Dat kunnen ze zelfs bereiken door het gokken. Maar nu komt het bij een drugsverslaving. Als die drugsverslaving is uitgewerkt, stop je die bij de 100, maar zak je naar 50, 60. Met andere woorden, als 100 standaard is, dan is 50, 60 heel laag. En dat is het bekende gevoel van brak zijn, een kater hebben, je echt beroerd voelen, van je dopaminespiegel is heel erg gedaald. Maar bij gokkers, en nou komt-ie, als die klaar zijn met gokken,
dan gaan ze niet zakken onder de 100. Nee, dan blijven ze rond de 100, 105. Met andere woorden, de pijn die ze zouden moeten voelen, van bijvoorbeeld als ze weer 1000 euro hebben verloren, voelen ze wel even, ze balen even van het moment. Maar niet zo dat ze er echt ziek van zijn of dat ze er überhaupt van leren. Een voorbeeld, iemand die geen gokverslaving heeft, die doet 1000 euro in zijn zak. Hij loopt naar huis en hij komt erachter dat hij die 1000 euro is verloren. Nou, die persoon is er letterlijk ziek van. Die loopt weer terug, die loopt 100 keer heen en weer. Waar heb ik die 1000 euro gelaten? Niet gevonden, hij eet er niet van, hij slaapt er slechts van. Met andere woorden, dat gevoel van die 1000 euro verloren te hebben, ja, dat heeft echt zijn dopaminespiegel doen dalen. En dat is logisch, want 1000 euro verliezen is ook verschrikkelijk. Maar de volgende keer, als die persoon 1000 euro heeft, doet hij het in een portemonnee. Portemonnee doet hij goed dicht. Hij doet die portemonnee in zijn zak, die zak plakt hij af. Hij gaat die 1000 euro nooit meer verliezen. Met andere woorden, die negatieve feedback die hij heeft gehad, op dat gevoel wat hij toen heeft gehad toen hij die 1000 euro had verloren, dat wil hij niet meer. Hij past dus zijn gedrag aan en hij leert daarvan. Nou, en dat is bij gokverslaven helaas niet zo. Die blijven opportun, die blijven denken in kansen, die denken niet in verliezen, die balen even van het moment, verdorie, weer verloren, het zat zo lekker, maar dan denken ze alweer, ja, over een week heb ik mijn salaris, of ik storneer wel wat, of ik heb straks mijn vakantiegeld, of het moment komt wel een keer, want hè, ze hebben ooit een keer een prettige ervaring gehad met winnen. Dat blijft vooral hangen bij gokken. Dus zij leren niets van zeg maar, de verliezen, omdat het gevoel wat ze zouden moeten hebben er niet is, omdat die dopaminespiegel rond de 100, 105 wordt. En dat vind ik wel een hele belangrijke uitkomst van het onderzoek, waardoor wij ook onze behandeling beter kunnen aanpassen met mensen met een gokverslaving, dat wij hun dat inzicht kunnen geven, maar dat we ook misschien wat directiever en wat steviger kunnen zijn en wat meer mensen eromheen kunnen betrekken om die gokverslaafde in te laten zien wat er werkelijk aan de hand is. Maar daarom is het ook zo dat mensen met een gokverslaving te lang blijven doorlopen, omdat ze altijd de hoop hebben, die klappen komt wel een keer en die gaat niet meer komen. En op het moment dat ze merken, hey, het lukt echt niet meer, en dan gaat op een gegeven moment het besef komen. En dan hoop ik alsnog dat ze aan de bel trekken, liever veel eerder, maar dat ze niet kiezen voor een uitweg om eruit te stappen, omdat ze helemaal vastgelopen zijn. Dat vind ik wel even een heel belangrijk uitkomst van het onderzoek. En ze blijven onderzoeken doen, Rut met haar team. En dat is ontzettend essentieel om te weten, hey, hoe werkt nou een gokkersbrein? En wat zijn nou de verschillen? En wat kunnen wij als behandelaren, wat kunnen wij daarmee doen? Dus dit vind ik een heel belangrijk stukje, dat jullie ook begrijpen waarom soms topsporters of sporters überhaupt met een gokverslaving er zo lang mee door blijven lopen, omdat ze werkelijk niet het besef hebben wat er werkelijk aan de hand is. Ze blijven in kansen denken en zo zijn ook vaak sporters. Hè. Ze zijn altijd denken van, hé, hey, ik heb weer een kans, misschien lukt het wel. En dat zijn allemaal zeg maar obstakels die hun herstel in de weg staan, omdat ze echt de overtuiging hebben, ik ga hier wel een keer uitkomen. Die klappen komt wel, het lukt mij wel. En, ja, en dat is in ieder geval wat funest is voor mensen met een gokverslaving. Bas, er is een vraag in de chat van Rolf Slotboom. Ja. Bas, je gaf goed aan de risico's die sporters lopen door hun sportmentaliteit, omgeving of omstandigheden. Mm-hmm. En je beschrijft ook goed waar verslavingsproblemen toe zouden kunnen leiden. Ja. Wat zijn volgens jou concrete tips voor spelers en hun omgeving in de fase voorafgaand aan de echte problematiek? Wat betreft vroeg signalering en voorkomen dat recreatief overgaat in risico of nog erger. Uitgaan van de huidige praktijk waar recreatief gokken spelen onderdeel is van de samenleving en ook binnen de sport. Ja, een goede vraag van Rolf. Dat komt later nog aan bod. Wat kunnen wij straks doen, wij als verenigingen, als clubs, om mensen ervoor te waken, op te waarschuwen, kijk uit dat gokken geen verslaving gaat worden. Dus er zijn een aantal tips en adviezen voor die later in deze presentatie aan bod komen. Dat is wel een hele belangrijke vraag. We moeten nog steeds goed begrijpen dat heel veel mensen het wel kunnen, maar we moeten juist die mensen zien te bereiken die daardoor in de gevaren komen. Maar daar kom ik nog op terug, Rolf. Ja, ja. Nou, waarom gaan gokverslaafden zo lang door? Dat heeft inderdaad te maken, al eerder genoemd, ook wel onzichtbare stille verslaving genoemd. Hè? Want ja, ik zei al, alcohol ruik je, drugs kun je zien.
Maar iemand met een gokverslaving herken je niet zo makkelijk. En daarom kunnen zij zo lang doorgaan. En ze merken wel, hij is wat stiller. Ja, misschien heeft hij het wel druk op zijn werk. Of hij heeft misschien een financiële tegengevallen waarom hij geld nodig heeft. Maar je denkt niet gelijk, zeg maar, aan een gokverslaving. Dat is niet wat je snel... die koppeling maak je heel moeilijk snel. Dat snap ik ook wel. Want afgezien van het feit... verslaafden in het algemeen, maar zeker gokverslaafden, kunnen heel goed de schijn ophouden, kunnen heel goed een dubbel leven leiden, kunnen heel goed mensen misleiden, waardoor je echt op het verkeerde been gezet kan worden. En dat is nou eenmaal helaas het gedrag wat bij een verslaafde hoort. Zo lang mogelijk blijven volhouden, ontkennen, maar ook een dubbel leven leiden. En daar zijn ze heel erg bedreven in, want het laatste wat ze willen is dat je dat stukje van hun afpakt. Dus daarom lopen gokverslaafden heel lang door, met soms alle gevolgen van dien. Het is ook soms moeilijk te herkennen voor de omgeving, hè? Want als je geen idee hebt, je kijkt niet mee in de financiën of wat dan ook, ja, dan heb je niet gelijk een idee, wat is er toch aan de hand? Ja, en een gokverslaafde is over het algemeen wat opportune, denken in kansen in plaats van verliezen, overtuiging dat klappen gaat komen. Die overtuiging hebben ze echt, omdat de meeste gokverslaafden hebben gewoon een hele prettige ervaring. Die hebben ooit gewonnen. En dat blijft hangen. Dat blijft hangen. Terwijl al die verliezen die daarna zijn gekomen, die zijn ze geneigd te verliezen. En dat is überhaupt wat verslaafden in het algemeen hebben. Ze denken heel vaak in de korte termijn voordelen. Wat bracht gokken mij? En dan denk je inderdaad aan het plezier, aan het geld winnen. En waar ze niet aan willen denken, bewust of onbewust, zijn zeg maar de gevolgen daarvan op korte termijn en lange termijn. Dat geldt voor alle verslavingen, maar zeker ook voor gokverslaving. Nou, zoals al gezegd, heeft het een relatie met de dopaminespiegel. Hè? Normaal niveau blijft hoger, rond de 105. En zorgt gewoon voor moeilijke leren van fouten. Hè? Je past je gedrag niet aan, omdat je niet de noodzaak voelt om echt te veranderen. Omdat je gewoon niet echt die pijn voelt die je zou moeten voelen. Iemand zonder een gokverslaving die geld heeft verloren, is daar letterlijk ziek van. Maar een gokverslaafde baalt er heel even van, kan zich herstellen. Maar die zakt niet op het niveau waar die eigenlijk zou moeten zakken. Ja, en dat is een hele mooie uitkomst van het Amsterdam UMC. Dank daarvoor. Nou, dan komen we eigenlijk... wat kunnen we jullie doen als zeg maar, verenigingen, bestuurders... iedereen die hier bij aanwezig is? Goede voorlichtingen, zowel naar de ouders, kinderen en volwassenen... door middel van bijeenkomsten, foldermateriaal, een website... Er moet gewoon meer aandacht komen van wat de gevaren van gokken zijn. Je kan ook wijzen op de illegaliteit en strafbaarheid. Deelnemen aan een... gokken bij een gokaanbieder die illegaal is. Dat realiseren mensen zich niet. Dan ben je illegaal bezig. Je mag dat helemaal niet doen. Dus dat is ook niet goed. Je bent eigenlijk strafbaar bezig. Je zou een meldpunt op je vereniging kunnen inrichten, hè? Anoniem als het nodig is. Van joh, in mijn team wordt heel veel gegokt en best wel te veel en ik maak me daar wel zorgen over. Hè? Zorg dat mensen zich veilig voelen om dat te melden. Wijzen op mogelijkheden zoals de crux. Dat is zeg maar een instrument van de kansspelautoriteit. Je kunt je laten uitschrijven. Dat betekent dus als jij je aanmeldt bij een aanbieder die een vergunning heeft, laat hij jou niet toe, omdat jij je hebt aangemeld dat je niet meer kan en wil gokken. Dat is minimaal een half jaar. Ik wil daarbij wel zeggen, dat is niet 100% veilig, want daar zijn alleen de gokbedrijven bij aangesloten die een vergunning hebben. Als je dus weer in de illegaliteit induikt, dan werkt dat niet. Maar ik ben wel blij met het instrument als mensen denken, nou, het is voor mij echt een probleem. Ik moet echt stoppen, maar ik heb daar wel hulp bij nodig. En dan zouden ze zich kunnen aanmelden bij de crux. Dat vind ik wel een belangrijk. Je kan software installeren om goksites te blokkeren. Er zijn een aantal hele goede. Die werken gewoon. Er is ook software wat een ander voor jou installeert, zodat je het er zelf niet af kunt halen. Dat gaat heel ver, maar er zijn wel allemaal extra drempels om als je zegt, ik wil echt stoppen op... dan kun je dat zeg maar installeren. Doorverwijzing, als je zegt ik heb echt een groot probleem, ja, ga dan naar je huisarts en zorg dat je doorverwezen wordt naar professionals. Je kan contact zoeken met de AGOG, dat is een zelfhulpgroep. Dat staat voor anonieme gokkers, omgeving gokkers. Daar zou je naar kunnen bellen, je zou misschien een keer naar zo'n meeting kunnen gaan. En je zou bijvoorbeeld ook contact kunnen zoeken met het loket Kansspel. Ook dat is vanuit de CASA geïnitieerd.
En dat is dus echt, daar kun je terecht met alle hulpvragen die je hebt. Als het gaat om, ik heb problemen met gokken, ik heb er vragen over, heb ik een probleem. Dat zijn allemaal manieren voor jullie om in te kunnen zetten van, joh, ik heb iemand die heeft een verslaving of ik vermoed het daarbij. Er zijn dus best wel een aantal stappen die je kunt nemen. Maar het gaat vooral om goede voorlichting. En dan kom ik terug op de vraag van net, wat kunnen we doen voor mensen die nog recreatief zijn, maar toch neigen naar een risico en daarna naar een probleem. Ja, dan is vooral voorlichting heel belangrijk. Dat veel meer benadrukt wordt. Jongens, gokken kan leuk zijn. Leuk dat je dat met je team doet. Maar let wel op wat de gevaren daarvan zijn. En daar gaat het voornamelijk om. Luc geeft aan dat ze binnenkort zelf een voorlichting organiseert samen met de vertrouwenscontactpersoon. Zij vraagt, waar zou ik nog meer informatie en materiaal kunnen vinden? Je geeft al de AGOG aan. Is dat dan ook de plek waar folders en flyers en posters te vinden zijn? Of andere plekken? Ja, AGOG heeft heel veel folders. En er zijn ook meer initiatieven. Stopmetgokken.nl. Er zijn heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Maar als het echt gaat om materialen, heeft de AGOG dat. Die heeft hele mooie folders. Maar ik denk met name in dit tijdperk dat het met name op websites en online en dergelijke, dat je daar zeg maar iets moet neerzetten. Maar er is genoeg materiaal om mensen te wijzen op de gevaren van gokken. Ja, maar AGOG is daar een hele goede partij in. Ja. Oké, dankjewel. En Marie die heeft ook nog een vraag. Die vraagt zich af hoe de behandeling eruit ziet van iemand met een gokverslaving. Oh, dan ben ik blij met deze vraag. Natuurlijk hebben we allemaal, zeg maar, dat noemen we de evidence-based. Dat zijn de meest gebruikte therapieën binnen het gokken. En dan kom je op motivational interviewing, cognitief gedragstherapie. Maar dat is een beetje wat op alle verslavingen wordt toegepast. Maar wat bij gokken heel belangrijk is, laat ik het even hebben over mijn eigen praktijk. Wat wij altijd doen, is eerst ervoor zorgen dat die persoon niet meer kan gokken. Want je kan pas iemand goed behandelen als die persoon niet meer gokt. Nou, dan heb ik het al over die software, je laten uitschrijven, maar ook heel erg nadrukkelijk de mensen eromheen erbij betrekken, zodat zij ook toezicht hebben op het geld. Van wat heeft een gokker nodig om aan te kunnen gokken, is geld. Dus als je dat al redelijk kunt aftimmeren, dan is er in ieder geval rust. Dan is de behandeling nog niet echt begonnen, maar dan weet ik wel, er is rust om uiteindelijk aan de behandeling te kunnen beginnen. Maar dat is best al een stap, hè? Vooral als je het hebt over volwassen mensen, volwassen mannen, die dan opeens niet meer over hun geld kunnen beschikken. Maar als ze daarin mee willen gaan en ze weten gewoon, nou, die mogelijkheden zijn er ook gewoon niet meer. Dat is stap 1. Maar dan is het belangrijk, hoe ga je dan de behandeling aan? Nou kijk, als het gaat om cognitief gedragstherapie, elke verslaafde moet gaan leren straks, hoe ga ik om met allerlei gebeurtenissen in mijn leven, waardoor ik niet gelijk naar de fles grijp of naar de spuit of ik ga gokken om te verdoven, maar dat ik op een andere manier leer om te gaan met de gebeurtenissen. Dat is de basis van cognitieve gedragtherapie. Maar dat kun je op alle verslavingen toepassen. Maar als het gaat om gokverslaving, is het met name inzicht geven in hun gedragingen en in hun brein. Want als je veel vertelt over het gokkersbrein, hè, we hebben het al gehad over de dopaminespiegel, maar een gokkersbrein is meer dan dat. Een gokker is altijd bezig met in te schatten, wat zijn nou mijn kansen? In de kliniek mogen ze bijvoorbeeld niet tafeltennissen, omdat ze al denken van, als ik nou met 10, 12, 12, 10 win, dan heb ik een goede dag. Ze zijn dus altijd, een gokker is, behalve als die niet echt aan het gokken is, is ook in zijn hoofd aan het gokken. En daar moeten we eigenlijk zien terecht te komen. Wat gebeurt er nou in je hoofd? En hoe vertaalt dat in jouw gedrag? Ik ben ook een voorstander van het directieve, noem ik het dan maar, meer het provocatieve. Iets strenger, iets harder, om echt door te dringen door het gokkersbrein, maar ook door de persoon zelf. Omdat ze altijd wat opportun zijn, optimistisch. Het zijn ook vaak een beetje dezelfde types die een gokverslaving hebben over het algemeen. Dus iets steviger, iets harder. Maar wat het allerbelangrijkste is in de therapie, vind ik, zeg maar, dat zij geconfronteerd worden met de gevolgen van hun verslaving. En dan heb je echt de mensen eromheen nodig. Het systeem, de vrienden, de relaties. Dat die schadebrieven schrijven, dat zij de persoon laten inzien hoe de verslaving, de actieve verslaving is geweest. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn haar omgeving. Dat hij het verdriet en die pijn gaat horen en ervaren hoe het voor anderen is geweest. En dan hoop ik dat er een besef komt van, ja, waar was ik in godsnaam mee bezig?
Dus over het algemeen zijn er therapieën die in de verslaving overal worden gebruikt. Het directieve, het provocatieve, het meer betrekken van het systeem en meer inzicht te geven hoe werkt het in jouw brein, waardoor je zelf dingen kunt verklaren, daar richten wij ons heel erg op. Ja. En dat onderscheidt ons ook. Ja. Bas, als jij nou, je noemt hier een aantal punten wat we zelf zouden kunnen doen. Hoe ziet voor jou de ideale situatie eruit als je het hebt over de veiligheid rondom het gokken? Hoe zie jij dat voor je? Nou, dat vind ik een mooie vraag. Het is een illusie om te denken dat mensen niet meer gaan gokken. En dat geeft ook niet, want gokken is al zo oud als de weg naar Rome. Geeft het volk brood en spelen. Dus ik heb niet de illusie dat ik zeg, mensen moeten niet gaan gokken. Dat gebeurt gewoon. Wat mijn ideale situatie zou zijn, Petra, is een 100% kanalisatie. Dat betekent dat alleen nog maar aanbieders zijn die een vergunning hebben. Dat zij hun zorgplicht en preventieplicht heel goed op orde hebben. Dat er niemand meer in een gokverslaving kan komen. Dat ze dat heel goed kunnen monitoren. Dat ze op tijd gaan ingrijpen. Dat is dat mensen wel kunnen gokken. Dat ze dat ook kunnen blijven doen. Maar op het moment dat blijkt dat ze in de gevaar komen. Dat er op tijd wordt ingegrepen. Zodat dat zeg maar niet tot een gokverslaving met alle gevolgen kan leiden. Dus mijn ideale situatie. En ik weet het. Ik ben ook een idealist. Is... dat het gokken zo veilig wordt voor iedereen, dat er geen verslavingen meer ontstaan. Maar ik heb niet de illusie dat mensen gaan stoppen met gokken. En dat wil ik ook helemaal niet. En dat kan ook helemaal niet. Ja. Met wel een mooie ambitie, Bas. Ja, daar gaan we voor. Ja. Daar gaan we voor. Nog één ander ding. Stel je dat je nou wel binnen je vereniging of binnen je bond ziet dat daar illegale gokactiviteiten zijn. Of gokactiviteiten waarvan je denkt dat dat illegaal is. Is daar een landelijk meldpunt voor, buiten dat je dat bij je bond of bij je club of het centrum kan melden? Is daar een landelijk... Als je op de website gaat van de kansspelautoriteit, kun je melden van joh, ik ben op een illegale site geweest, dit is er gebeurd. Daar kun je dus alle wantoestanden bij illegale sites aanmelden. Maar ook bij legale aanbieders. Hè? Dat zij vindt, joh, ze hebben hun preventieplicht niet goed gedaan. Of er zijn dingen gebeurd wat echt niet kan. Kun je allemaal melden op de website van de kansspelautoriteit. En dat is anoniem, kun je dat doen. En je kan het ook met naam doen. Maar dat betekent dus zowel de illegale aanbieders als zeg maar, de legale aanbieders waar je iets van vindt. Dat kun je dan melden. Wil ik ook gelijk gezegd hebben dat, dat geldt voor alle verslaving, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. Hè? Iedereen heeft over het algemeen een goed verstand, iedereen weet wat hij wel en niet moet kan doen en dergelijke. Het is soms te makkelijk om een aanbieder de schuld te geven als hij vindt ik ben in een verslaving geraakt omdat de aanbieder niet heeft opgelet. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Het is te makkelijk, je moet vooral je eigen verantwoordelijkheid pakken. Ik stel voor dat gewoon dat de aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen. Dat de spelers zich de verantwoordelijkheid nemen. Dat de overheid de verantwoordelijkheid pakken. Dan kom je er wel. Maar we zullen het nooit helemaal voorkomen. Het heeft vooral te maken ook met dat spelers heel gewiekt zijn. Of een andere indruk kunnen achterlaten dan werkelijkheid. Maar we moeten er wel naar streven. Maar terugkomen op jouw vraag. Op de website van de kansspelautoriteit kun je meldingen doen. Zowel voor het legale stuk als voor het illegale stuk. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Zijn er nog andere vragen op dit moment aan Bas? In de chat ook geen vragen meer? Nee, nou, dan denk ik dat je verhaal heel duidelijk was, Bas. Ja. Luca steekt een handje op, dus die ga ik even erin. Ik was nog benieuwd. Ik begrijp, je gaat het nooit helemaal voorkomen. Maar waar ligt dan precies volgens jou de grens tussen wat oké is en vanaf waar het echt een verslaving begint te worden? Want ik zie wel hier bijvoorbeeld, het voetbal wordt wel veel kaartspellen gespeeld. En hoe hoger op je komt, wordt er ook wel wat geld hier en daarop ingezet. In de bus richting een uitwedstrijd. En dan is het allemaal redelijk onschuldig. Alleen ik weet ook wel, omdat het veel laagdrempeliger en toegankelijk is om ook via je telefoon gewoon te gokken, dat soort dingen meer gebeuren. Maar ja, in welke mate is dat oké? En moeten we ons daar niet te druk om maken? En in welke mate wil je daar wel echt op interveneren? Ja,
kan inderdaad alleen puur iemand gokken. Kun je heel moeilijk zeggen van hier is sprake van een gokverslaving. Hij gokt veel of te lang. Dat zijn wel indicatoren. Maar waar het vooral om gaat is dat je gaat merken. Hey, op andere levensgebieden zoals zeg maar, gezondheid, relatie, werk, studie. Daar gaan allerlei achterstanden. En met name de definitie van de verslaving is de afhankelijkheid. Dat jouw leven in teken staat van het gokken. Dat je niets anders meer doet dan bezig zijn met het gokspel. Dat het de kosten gaat, waar ik net noemde, van alle levensgebieden. Daar is de grens. Maar het is een lastige om te zeggen, bij wie is dat voor de een of voor de ander. En daarom ben ik wel blij met het online gokken in zoverre. Dat is goed te monitoren. Hè, maar dan kun je heel goed zien hoe lang speelt iemand. Met hoeveel geld zet hij in. Daar kun je nog redelijk op acteren. Maar als je dat stukje niet hebt, moet je vooral kijken van, wat is er met die persoon aan de hand? Hoe is het godsnaam mogelijk dat hij zijn studie niet haalt? Of waarom gaat hij niet meer naar zijn werk? Of waarom kan hij zijn rekening meer betalen? Daar moet je dan goed naar kijken. En dan kun je inderdaad, wat jij heel mooi zegt, interveneren. Een interventie, joh, dit gaat niet goed, we merken aan alles. Dit gaat de verkeerde kant op. En dan zou je inderdaad een hele mooie interventie kunnen plegen. Maar dan gaat het nog altijd wel, is die persoon bereid om openheid van zaken te geven? Als die eerlijk durft te zijn over zijn financiën en hij wil daar inzage in gaan. Ja, dan heb je hem al heel ver. Maar zolang hij dat gesloten houdt en blijft ontkennen, dan kunnen we interventies doen wat we willen. Maar als die persoon niet wil, houdt het op. Dus je kan wel letten op signalen, dan nog is het niet altijd gezegd of er sprake is van ernstige verslaving, zal die persoon zelf meekomen. Maar vaak voel je zelf aan, dit gaat gewoon niet goed. Heb je daar wat aan in dat antwoord? Ja, zeker. Alleen ik vind het soms gewoon lastig omdat het op een bepaalde manier steeds socialer geaccepteerder wordt. Dus is het herkennen, wordt het ook weer wat lastiger. Ja, en dat is net als met alcohol. En dat wordt ook sociaal geaccepteerd. Hè? En wanneer kun je dan bij iemand met een alcoholverslaving spreken? Is het iemand die een avondje een keer dronken is? Is die dan gelijk verslaafd? Of denk je, ik kom hem elke keer tegen en dan is die dronken. En dan kun je wel meer spreken van, je zit iets structureels in. Nu moeten we daar wat mee doen. En dat kun je ook met gokverslaven, is dat moeilijker te doen. Hè? Want dat is moeilijk te herkennen. Maar je kan wel kijken van, ik merk nu echt, die persoon komt zijn bed niet meer uit. Of zit alleen maar op zijn kamer, zit alleen maar op zijn laptop. Hij leent geld. En nu met die signalen die je hebt meegekregen hebt, zou je kunnen overwegen, ik ga even een gesprek met die persoon aan. Ja. Maar het is moeilijker te herkennen dan bijvoorbeeld bij alcohol. Hè? Dat gaf ik ook aan. Gokverslaving is gewoon heel moeilijk te herkennen. Ja. Dank. Nog een vraag in de chat, Nienke? Nee? Ook verder zie ik geen andere reacties. Bas, volgens mij, wat ik net zei, duidelijk verhaal. Ik wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze webinar. Ik denk heel informatief en we hebben er denk ik een hoop voor opgestoken. Ik heb op deze laatste sheet nog even een aantal linkjes gezet waarvan ik denk, als je meer wil weten over bepaalde onderwerpen, ook wat doet Nederlandse Loterij aan preventie, maar ook wat meer informatie bijvoorbeeld over matchfixing, bezoek dan vooral deze sites om daar een kijkje te nemen. Heb je vragen, zit je ergens mee, wil je ergens over sparren of wil je daarover contact, voel je altijd vrij om met onze meldlijn te bellen om zodat we met je mee kunnen kijken in jouw vraag of in jouw zorg. Voor dit moment wil ik in ieder geval iedereen hartelijk bedanken voor de aanwezigheid in deze webinar. En mochten er in de afloop toch nog vragen opkomen waarvan je denkt, die ben ik vergeten te stellen. Mail of stuur ze gerust nog even ons, dan kunnen we kijken of we die achteraf natuurlijk alsnog eventjes kunnen beantwoorden voor je. Voor nu wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de aanwezigheid en een fijne dag met ze verder. Dankjewel. Zal ik uitloggen? Ja, is prima, Bas. Of, gaan we nog even napraten of komt het al een ander keertje? Hoe heb je het gaat? Laten we het straks apart even doen, Bas. Oké, doe maar apart. Ja, oké.